Europese economie stelt teleur. Vorige week hadden we de Europese Centrale Bank die een meeting had. Deze week staan er nog een hele race om groeicijfers en vertrouwenscijfers op het menu. Dus het lijkt ons een goed moment om even stil te staan en vooruit te blikken. Wat heeft 2019 in petto? Wel, er is toch een voorname reden tot bezorgdheid. Wellicht omdat die vertrouwenscijfers, de meest recente vertrouwenscijfers in Europa, zowat overal lager gaan. Frankrijk, Duitsland, maar ook in de periferie, Italië en Spanje. En het lijkt er dan op dat die groeicijfers slechter zullen zijn dan de voorbije 2 jaren bijvoorbeeld. En na die solide cyclische heropleving, terwijl we in 2017 nog een groei hadden van om en bij de 2,5%, lag die in 2018 een stukje lager, maar nog altijd vrij hoog, op 1,8%. Dit jaar wellicht nog een pak lager, eerder 1%. Terwijl de consensus nog een groeicijfer verwacht dat om en bij de 1,5% ligt, zijn wij al iets negatiever. Een voorname reden is internationale handelsklimaat blijft toch zeer, zeer onzeker tegen de achtergrond van de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen en vertrouwensindicatoren die toch suggereren dat die internationale handel verder vertraagt. De gezinsconsumptie zal wellicht enig tegenwicht kunnen bieden, omdat de arbeidsmarkt het vrij goed doet. We hebben daar loongroei en er is een terugval van de internationale energieprijzen die dan toch wel voor een stukje koopkracht kunnen zorgen op die manier. Maar als je dan verder kijkt en je kijkt naar bedrijfsinvesteringen, ook daar verwachten we niet echt een sterke heropleving. Dat bleek bijvoorbeeld ook vorige week uit cijfers gepubliceerd door de ECB, met name met betrekking tot de kredietvoorwaarden en de kredietvraag. En die suggereren toch eerder dat ook die binnenlandse economie van de eurozone verder vertraagt. Dus al bij al kom je dan op een groei te zitten die in het beste geval ergens rond die potentiële groei uitkomt. En dat heeft consequenties. Dat heeft consequenties natuurlijk voor het monetaire beleid. We hadden vorige week al meneer Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, die iets voorzichtiger bleek. Maar echte daadkracht toe bleef het vooralsnog beperkt. We verwachten wel dat daar nog acties komen. Een eerste zal waarschijnlijk zijn dat de geplande renteverhoging na de zomer van 2019, dat die wellicht wordt uitgesteld en dan maar ten vroegste ergens in 2020 zal komen. Maar misschien ook dat de Europese Centrale Bank haar herfinancieringsoperaties naar het commerciële bankcircuit wellicht zal moeten verlengen om ervoor te zorgen dat die liquiditeit verzekerd blijft in het bancaire systeem.